is Willy de Boer en namens het filmfestival heet ik jullie van alle hartelijk welkom. Straks niet schrikken, dan denken jullie van, we gaan filmen, dat klopt niet. Nee, dat klopt wel, J.K. Sos, aparte film. Maar we beginnen met een filmpje van Amnesty International, speciaal gemaakt door de student van Filmacademie. Duurt 2 minuutjes. Oh, ze zit hier. Niet. Jammer. Hé, hey, jammer. Toch wel. Oh wel, kijk. Maak ze van het filmpje, want de verrassing is niet. Maar straks is dus ook de première met de rode loper, cast en crew en RTL Boulevard. Iedereen is aanwezig. Toch hebben we 2 mensen zover gekregen om eventjes stiekem hier naartoe te komen. Dus ik wil hem echt stoten met je voeten, kloppen met je handen, want hier zijn Rachel Erik de Bruin en hoofdrolspeler Frank Lammers. Spontaan ook, hè? Ja, geen instructies, niks. Dat willen we vandaag, doe je goed. Ik wist niks. Maar welkom, leuk. Dames en heren, Rudy van de studie! En als je hem tegenkomt, moet je hem ook zo aanspreken de komende 10 dagen. Oké. De film J.K. Sos. Ja, het is misschien flauw om te zeggen, maar je bent echt 100.000 poot, je doet zoveel verschillende dingen. Is er wel eens een moment dat je een script krijgt of een boek leest en je denkt, ja, nou, dat ga ik dus echt niet doen. Waar ben je aan de grens? Heb je een grens? Ik heb zeker grenzen, ja. Ja. Geef eens een voorbeeld, wat zou je absoluut nooit willen spelen? Costa 1 tot en met 6. Snow Fever. Dat soort dingen. Je bent natuurlijk wel een bijzondere regisseur, maar verschillende soorten films. En deze film gaat natuurlijk over een schrijver, gespeeld door Fetja van der Wet. En die was van een writer's block. Bestaat er ook zoiets als een director's block? Nee, eigenlijk helemaal niet. Volgens bepaalde mensen misschien wel, maar ik heb er geen last van in de director's block. En een writer's block is meer dat je denkt van, goh, wat zal ik nou eens maken? Of dat je denkt van, ik worstel met een thema of zo, maar ik kom er niet helemaal uit het verhaal. Of het verhaal loopt vast. En als het vast loopt, dan loopt het echt vast. Maar met het regisseren is het wel een ander ding. Als je eenmaal gaat, dan ga je, zou ik zeggen. Dat is diep, hè? Een director's block, dat heette hier eigenlijk gewoon het filmfonds, geloof ik. Maar wat voor soort type regisseur is hij? Kan je dat misschien iets over vertellen, Frank? Nou ja, om die vorige uitspraak nog iets toe te lichten. Nee, kom hier erbij. Dit is het soort regisseur die na Wilde Mossels allemaal gezien, anders volgende week maandag komen kijken, weer te gekke film. Had hij meteen veel makkelijker geld moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen. Inmiddels is hij namelijk al over de 50. Dan kunnen we moeilijk meer dan een jong talent doen, zeg maar. Maar Erik is echt, vind ik, de regisseur in Nederland met de meeste fantasie, met de meeste visuele kracht. Dus die het meeste inzicht heeft in de rare cameravoering en dat. In Wilde Mossels zaten er van die vallende plaatjes. En toen daarna zaten ze ineens ook in American Beauty. En daar viel de hele wereld over, maar hij was eerder. En trouwens, Wilde Mossels is te zien volgende week tijdens het Nederlands Filmfestival. Dus dan kun je hem nog even wel inhalen. Erik, deze film is geschoten gedeeltelijk in Hamburg. Ja. En hoe krijg je als Nederlandse regisseur met een Nederlandse groep toestemming om in Hamburg te mogen filmen? Hoe gaat het zoiets? Nou, je moet gewoon een beetje, kijk, je moet een beetje hosselen dan, hè. Want je gaat er naartoe, je gaat er met mensen praten, dan wil je met andere mensen. Het is wel een beetje een gevaarlijk gebiedje, omdat gewoon de helft van de straat wordt door de Hells Angels beschermd en de andere helft door Albanese. En die hebben oorlog eigenlijk. Dus als je toevallig een shot wil draaien aan de ene kant en daarna aan de andere kant, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Dan moet je een dag overheen laten gaan of zo. En een beetje, ook een beetje guerrilla draaien, dus eigenlijk met een beetje kleine crew en soms zelfs zonder geluid. Dan minder zijn gewoon, wel later ingevuld. Zo'n beetje. En is het ook voor jou niet lekker prettig om in Duitsland te filmen? Want daar ben je natuurlijk geen BN'er, kan je gewoon lekker op straat lopen. Toch, dan word je niet zo snel herkend.
Nee, maar in die tijd zag ik eruit zoals, zoals ik in deze film uitzag. Dus met dat herkennen op straat viel het wel mee. Ik had die vieze snor en die bakkenbakken. En het haar. En, dus ik had daar toen ook niet zo heel veel last van. Oké. En nog even een gezamenlijke vraag. Want hoe gaat het op de set? Wordt hij een beetje vrijgelaten? Of moet je hem altijd een beetje afremmen? Nee, hij heeft in de loop der jaren eigenlijk een soort van vertrouwen wel, denk ik, gekregen in mij. Dus ik kan hem wel een beetje afblaffen en soms dan blaft hij terug. Nou, als het een beetje te lang duurt en zo, dan... meestal bespreken we eigenlijk alles van vooraf al. Snap je? Dus heel veel is eigenlijk al van voren gedaan. En dan, zoiets. Toch? Of niet? Geen leuke methode dat hij spontaan gebeurt op de set en dat er gebeuren bij Erik altijd spontane dingen op de set. Ja, nee, dat... Die ook uiteindelijk in de film te zien zijn? Nou, op een gegeven moment, in de film, ik vind dat zelf het leukste verhaal, maar in de film zit een scène en dat is een soort boerentent. En zitten er ook nog jongen in. En al die meisjes die zitten verstild, die bewegen niet. En dan loopt Fetje en ik er zo doorheen. Maar het werd vertraagd opgenomen, waardoor wij versneld moesten spreken. Dus Vetja moest zeggen, Jezus die lijken wel dood, doe iets. Ja, ik los het wel op, zei ik dan, maar dan moesten we spelen. Jezus die mensen lijken wel dood. Doe iets. Ja, ik los het wel op. En uiteindelijk klinkt dat dan in de film weer normaal. Ja, dat vond ik heel grappig. Toen dacht ik, ik word er voorgestaan meer te doen, want dit kan. Ja. Excuseer de boom. Hoewel, als je daarover valt, dan wordt deze film sowieso een lastig. Ja, dat weet ik nog andere is dat hij heeft inderdaad echt geketting rookt voor deze film. Vetje rookt een bepaalde uit Frankrijk voor de film geïmporteerde gassigaretten, maar hij rookte gewoon echte sigaretten. En kettingrookte dus. Maar op een gegeven moment, dat ging zo moeilijk, soms met rijden tussen vrachtwagens en zij reden zelf. Dus het was niet op een opletten, maar alles was gewoon zelf gereden. En soms stond de cameraman naast de auto op een rekje, mee te rijden. Zo. En hij slikte een sigaret in. Want dus hij slikte gewoon in beeld, voor in beeld. Gewoon. En hij kwam al niet meer uit de sigaret. Hij heeft hem gewoon brandend doorgeslikt, toch? Dat zit helaas niet meer in de film. Nee, dat is een mooi verhaal. Maar ik heb hem niet doorgeslikt. Ik heb hem namelijk zo tussen Vetja zijn benen gespuugd. Levensgevaarlijk. Oké, nou, jullie hebben heel veel lol gehad op de set, dus ik neem aan ook dat dat terug te zien is in de film. En dat jullie ook een leuke avond hebben met deze film. Helaas moeten we glijden door naar zaal 1. Nou, zitten ook weer mensen wachten op ons. Dit is zaal 3. En zaal 1 is... Ik wil nog even zeggen. Er is een liedje van een hele oude zanger. Die zong ooit van... het gaat eigenlijk om, niet om het doel, maar om de reis zelf. Nou, dat is met deze film ook een beetje zo. Dus, veel plezier.